Rick, we hebben een probleempje. Vertel. Ja, we hebben geen tijd meer, maar we hebben nog wel hitnieuws. Ja. Kun jij het in 1 minuut? Nou ja, ik had 3 nieuwtjes en laat ik dan in ieder geval 1 nieuwtje doen. En dat moet wel binnen een minuut. Ja, of 3 in 1 minuut. Weet je wat? Ik start hem gewoon. Succes. Weet je wat? Dan start jij de volgende plaat als de minuut is afgelopen. Dat doen we. Oké. MTV die komt dit jaar met de MTV Video Music Awards, de VMA's, met 2 nieuwe categorieën in de prijzen vanwege de coronacrisis. Ariana Grande, John Legend en Lady Gaga zijn onder andere genomineerd voor de prijzen. Dat zijn prijzen voor beste videoclip die thuis is opgenomen en het beste quarantaine optreden. En die laatste is Lady Gaga ingenomineerd vanwege de show One World Together at Home. Tuurlijk, 30 minuten. Want die heeft ze zelf georganiseerd. Volgende nieuwtje, Dua Lipa brengt over 2 weken een nieuwe single uit als een remix van haar nummer Levitating. En daarmee werkt ze samen met Madonna en Missy Elliott. En dan vindt ze echt een droom die uitkomt. En dan heel snel de laatste. Wow. Ja, 30 seconden. Pearl Jam is toegevoegd aan de line-up van Pinkpop 2021. Ja. En ze sluit het festival af op zondag 20 juni. Ik houd je bij. Wow. Heerlijk. Goed gedaan hoor. Rasputin. Lekker speciaal voor jou, Rick. Ja.